Goedemorgen beste mensen. Vandaag 11 juli 2019. En waar moet je zijn? Natuurlijk in Vlaanderen, want vandaag is het Vlaamse feestdag. Dus ik ben hier aan de grens, laten we zeggen Nederland-België, dus nog even verder. En ik kom dus in Vlaanderen. Ja, hier aan de Molenstraat, ga je best naar rechts. En dan kan je langs de oude spoorwegbaan snel de richting van België. Dus dan vermijd je ook die drukke baan. En hier op het tweetal kilometer van Hulst, dus een betere baan al, een betonnen weg, want ervoor is het een toch wel redelijke zandweg, heb je dus richting de Klinge 2 België Sint-Nigilis Waas 6. Dus dat is wel de beste route hier, laat ons zeggen in de dag. Ik raad het niet aan, 's morgens vroeg of op de avond. Maar boven de dag is het toch wel redelijk goed om snel via deze route te gaan. Het eerste gedeelte van de route bestaat voornamelijk uit bosgebied. Maar bon, het is altijd rechtdoor. Een kleine 15 kilometer en je bent in Sint-Niklaas. En je vermijdt natuurlijk die drukke baan aan de rechterkant. Ik zeg, die drukke baan met het fijne fietspad is niet evident. Je ziet, in de dag heb je hier ook andere fietsers. Goedemorgen. En dus hier kom je aan de oude spoorwegbaan die hier nog gedeeltelijk is. Dus je kan het hier zien. Dat stuk is hier feitelijk gebleven als museum als gewild. Dus de oude spoorlijn Hulst Sint-Niklaas. Nu is het iedere keer gewoon verder, dus de overweg heb je wel iedere keer om de zoveel 100 meters, maar het is altijd een rechte lijn en je bent in Sint-Niklaas. Vraag hier al aanduiding Sint-Niklaas. We moeten wel nog een stuk verder hier, langs de... ook wel een soort polderwegen. En het is heel gemakkelijk. Je kan je dus niet vergissen. Het is alleen maar rechtdoor. Dus je hoeft nooit af te slaan ergens. En hier aangekomen, Sint-Niklaas, heb dus op een bepaald moment hier ook de aanduiding, zie je dus Hulst, 15 kilometer vanaf dit punt. En dat blijft wel het fantastische, ik zeg die route, Sint-Niklaas-Hulst, ik zeg wel een vrije tijdsroute, niet geschikt, alleen minder geschikt voor gewoon werkverkeer, wat ik zeg, 's morgens en de late avond. Vooral in de winter is het wel moeilijk, het is donker. Er zijn ook veel takken op het fietspad en zo verder. Maar bon, voor de vrije tijd een ideale weg. En vervolgens is er nog 1 kilometer tot het centrum van Sint-Niklaas. Dus ook opnieuw gewoon rechtdoor. En dan hier sla je naar links af. Ik vind het eigenlijk een goede locatie. Dat heeft dus tussen die, tussen die poort hier. Gewoon rechtdoor en hier aan de rechterkant het groot postkantoor van Sint-Niklaas. Dat is ook een goede aanknopingspunt, zo kan je nooit vergissen. Je komt dus hier aan dat postkantoor. Dat is hier de Kazernestraat.
Dus hier uit de Kazernestraat, het grote postkantoor. En dus ook om terug naar Hulst te gaan, je gaat even naar dat postkantoor, hier rechtdoor. Naar rechts 15 kilometer en je bent in Hulst. En dan de mogelijkheid hier rechtdoor direct naar het centrum of even langs de linkerbaan hier voor het station. Ik ga hier nog even langs het station. Hier aan de linkerkant heb je ook dus de VDAB, een redelijk groot gebouw, zeer modern. En hier dus aankomst achterzijde van het station. Natuurlijk hier de vele fietsen. Het is wel ideaal hier, ik zag je fiets te zetten en vervolgens de trein te nemen. Nu moet ik even onder een viaduct hier met de fiets. En dan kom je hier aan het busstation van de lijn. Je ziet hier het busstation van de lijn, waar dat dus ook de bussen zijn naar Hulst. 7 op 7. En dan aan de rechterkant het station van Sint-Niklaas. Dus je kan snel een reis naar Antwerpen, 25 minuten. En dan ook naar Brussel doorgaan of Gent bijvoorbeeld. Dus je kan overal naartoe. Dan ook hier recht over het busstation heb je de bioscoop hier, Cinescoop. Ik ben hier al geweest, pracht van de zalen. En ik zeg, het is ook wel gemakkelijk bereikbaar, doordat dat je de bus hier hebt van de lijn, het station en zo verder. Met heel vakantie, dus natuurlijk ook wel veel jeugdorganisaties die op kamp gaan. Ik zeg de scouts, de KSA en zo verder. En daar ook aan de rechterkant natuurlijk de lijnwinkel. Natuurlijk het grote fietsstalling van Sint-Niklaas. Met de mogelijkheid ook tegen betaling hier je fiets onder meer veiligheid te plaatsen. €1 per dag, dat valt allemaal goed mee. En als je hier regelmatig komt, zie je ook het abonnement. Thank you.
Ja, natuurlijk Sint-Niklaas is iets drukker. En hier is er altijd leven natuurlijk. En ook alles is bij de hand. Dat is ook wel belangrijk. Er is een logica hier. Ik zeg, de bussen zijn overal aanwezig. Je kan zelf met de bus naar Antwerpen. Met de lijn, dat is natuurlijk wel het verschil van het transportbeleid in Vlaanderen is toch wel heel wat anders dan het transportbeleid in Zeeuws-Vlaanderen. Waar dat je moet sukkelen, uren moet wachten op een bus. Of s'avonds geen bus meer hebt na 18 uur. Er is toch wel een andere houding wat het openbaar vervoer betreft. Ja, hier ook de winkelstraat, stationstraat van Sint-Niklaas. Er staat hier fietsers, wees hoffelijk. Ja, dus het is wel de bedoeling dat de fietser hier mag rijden. Maar natuurlijk wel rekening houden met de vele wandelaars. Het is ook een straat waar er beweging is, iedere dag. En dat is een feit. Ja, de stationstraat is redelijk lang. Dus het is wel leuk om het hier met de fiets te doen. Ja, hier is er fietsverkeer. Het is ook super geregeld hier. Ik zeg toch wel minder auto's, meer fietsen door dergelijke straten. Het is ook kermis. Ik kom hier aan de grote markt. Hier middag te Sint-Niklaas, 7 voor 12. Je ziet het volk dat hier aanwezig is. Nog even een wandeling hier doen voor een beetje de sfeer. Ja, het is natuurlijk een markt, dat is het wel.
staan er wel enkele kermiskraam, maar feitelijk is het wel een markt vandaag. Dat is ook hier een markt dat alles te verkrijgen is. Dat is wel een keer goed, de droge vruchten. Die kunnen we wel een keer proeven, papayas. Excellent en gezond. Het zijn natuurlijk wel markten zoals we die kennen in Brussel en Antwerpen. Heel gezond, de olijven hier. Dat is wel iets dat we missen in Zeeuws-Vlaanderen, dat er toch nooit geen een deftige markt is, een keer een grote markt die georganiseerd wordt, zoals hier. Je kan jezelf proeven. Pardon. Pardon. Ja, in Zeeuws-Vlaanderen hebben we wel, je hebt dat gezien ook in mijn video's te gast van de regio's, ja, de kleine markt, wat vis, kaas. En daar blijft vaak bij, maar niet een markt die hier komt, zelfs één keer per maand, zo'n grote markt, dat ik kan zeggen, ik ga nu naar de markt. Nee, niet van die buurtmarkten, laat ons zeggen, van die kleine markten waar je eigenlijk toch wel weinig kan vinden. We gaan de richting daar van die kermisattracties. Ja, ik vind een markt is ook wel nodig. Dat brengt mensen bijeen. Ook leven in de stad. En ook in mijn dorp komt er dan niemand buiten als er markt is. Er is dan maar amper één kraam per week. En iedereen blijft thuis. Nee, dat is ook zo'n vreemd fenomeen. Dat de mensen absoluut niet naar buiten komen, sommigen. Dat is heel vreemd. Ook hier
de horecazaken die goed vol zijn. Ik zeg, mensen profiteren. Nee. Dat is ook wel belangrijk. Buiten komen, gaan fietsen, gaan wandelen, profiteren, naar de markt gaan. Niet opgesloten zitten in, zoals velen doen voor hun televisie. Nee. Ik zeg, je kan zoveel doen als je buiten komt. De bussen, ik zeg, het is ongelooflijk. Je hebt er alleen voor Hulst na 5 minuten. Je ziet, je mag toch zeggen wat je wilt, maar Vlaanderen neemt initiatief, waar dan ook. Zowel voor activiteiten, voor transport, openbaar vervoer, een belangrijk onderwerp. Nou, hier hebben we het tweede gedeelte van de markt. Jammer, doordat het daar een stuk kermis is. Hebben ze het naar hier gezet. Ja, hier te Sint-Niklaas is ook het bekende AZ Nicolaas, toch wel een groot ziekenhuis. Dus hier het AZ Nicolaas. Dus hier gelegen aan de Moerlandstraat. En hier hebben we dus ook wat verder het bekende Waasland Shopping Center. Dus we gaan er nog even naartoe. Zo, hier aan dat rondpunt moet ik naar links en kom ik aan het shopping center. Dus wel even een drukpunt hier. Hier aankomst, het mega shoppingcenter van Sint-Niklaas. Zo, hier dat grote shoppingcentrum. Dus
wie een overzicht wil van binnenin, dus een breder overzicht, kan even kijken op een andere video van mij. Ik heb even hier een tour gedaan in 4K, dus gefilmd in hoge kwaliteit. Ik zal nu wel nog even met aansluiten op deze film nog eventjes de ingang tonen. Je ziet hier veel horecazaken. En dan ook verder, op het einde heb je de, ja, alle winkels. Dus ik heb het gefilmd met mijn andere camera in 4K, dus even kijken naar de andere video. En met deze video film ik in Full HD. Ja, ondertussen hier op mijn... verder op mijn trek. Mijn bezoekje hier is achter de rug. Even een lekkere smoothie hier gedronken. En terug richting Grote Markt van Sint-Niklaas. Hier in Sint-Niklaas zelf heb je wel redelijk goede fietspaden, maar het is vooral de grote verbindingswegen van Sint-Niklaas richting Nederland en ook andere steden en dorpen, dat het toch wel moeilijke fietspaden zijn op bepaalde plaatsen. Ja, op het gebied van winkels, hier heb je toch wel veel aanbod. En dus hier aan de rechterkant kom je terug aan het Sint-Niklaas ziekenhuis. Nicolaas. En dan rechtdoor richting Markt. Hier natuurlijk de lijnbussen. Ik zeg, in Vlaanderen is het de luxe. Eén abonnement en je reist in heel Vlaanderen. En dan ook via de lijnkaart. Ik zeg, geen zones, maar gewoon een uur reizen met de strip van €1,6 en je bent overal.
Vlaamse vlag. Ja, het is vandaag feestdag, maar ik denk dat de activiteiten wel later op de namiddag zullen zijn. En om terug te keren naar Hulst, heel eenvoudig. Het locatiepunt als je met de fiets bent, het grote postkantoor van Sint-Niklaas. Dus gewoon rechtdoor naar de rechterkant daar. Tot het eindpunt. En dan gewoon rechtdoor en op een gegeven moment heb je terug de aanduiding Hulst 15 kilometer. Zo, hier terug de aanduiding Hulst 15. Dus mensen gewoon rechtdoor. Ja, het is een routine gezien niets anders dan het fietspad, een beetje de bossen en zo, en het gaat redelijk vlug. Voilà, beste mensen, het pad naar Hulst. Dus ja, even geduldig nog en we komen dan bijna aan. Sorry, mevrouw. Zie, prachtig is een stuk hier. Ik ben hier ondertussen terug aan de locatie van de oude spoorlijn met de trein. Een stuk trein dus die hier nog staat. Dat is eigenlijk een leuke locatie. Dat noemt hier Klingspoor. Ook een bijhorende café. Zaken van vroeger. Dus absoluut de moeite van hier ook te stoppen als u naar Sint-Niklaas gaat of komt terug. Nee, je kunt hier een leuke pauze nemen. Ik kan
nog even verder, ik ben bijna in Hulst. Ja, hier heb je de oude douane, dus niet vergeten uw identiteitskaart of paspoort bij te hebben. Ja, dat is natuurlijk wel een grap. Je ziet ook wel nog hier de leuke sfeer van die douanepoort. Nog even verder rechtdoor. Voilà, beste mensen, ik heb nu een stuk van dat bosweg gedaan hier. Dus ik ben aangekomen praktisch in Hulst, nog 2 kilometer. Dus hier aan de rechterkant heb je ook de Klinge. 2 kilometer die afhangt van de gemeente Hulst, Nieuwnamen. En dan ook Sint-Jansteen, Kloosterzande. Dus je kan natuurlijk hier rechtdoor gaan, maar dan kom je wel in een redelijk bosgebied. Met een redelijk slecht pad ook. Dus ik raad iedereen aan van even naar de linkerkant hier te gaan. En dan gewoon de eerste baan terug rechts. En dan kom je toch wel op een betonnen weg om in Hulst aan te komen. Dan kom je terug hier. Dus de plaats waar ik in feite begonnen te filmen ben hier. Dus het... De aanduiding Nederland. Voilà, beste mensen. En daar terug de aanduiding Hulst.